Bij ons in de studio, achter de microfoon, cabaretduo Hubrecht en Gelijnse. Welkom. Tof dat jullie er zijn. Jullie willen meteen aftrappen met een nummer. Leg even uit wat voor soort nummer dat is, alsjeblieft. Ja, dat doen we graag. Dit liedje, we wouden graag met dit liedje beginnen, omdat normaal gesproken proberen we vooral humorvolle liedjes te spelen. Maar toen de lockdown begon, toen was ons vrij duidelijk dat we in een ernstige situatie zaten. Dus wij hadden de behoefte om een serieus liedje te schrijven. En met name, ik zat toen in een serieuze situatie dat mijn vader in een verzorgingshuis zat. En door de maatregelen werd het allemaal heel naar en verdrietig. En daar hebben we een liedje over geschreven. Omdat het grote leed van corona is daar heel duidelijk zichtbaar. Hoewel wij normaal gesproken altijd dus grappige dingen doen, waar we ook die ken ik van jullie. Het lukte ook vooral niet om grappig te zijn in die tijd. En daar gaat dit liedje over. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Achter het glas. Altijd wat afstand, dat zijn we gewend. Maar hij denkt nu dat ik hem vergeten ben. Hij is vlakbij, maar ik kan er niet heen. Achter het glas zit hij alleen. Stug in mij geloven, mijn gezeik in die soldatenjas maakte hem niet uit. Maar nu zit hij aangeslagen achter het glas. Altijd wat afstand, dat zijn we gewend. Maar hij denkt nu dat ik hem vergeten ben. Hij is vlakbij, maar ik kan er niet heen. Achter het glas zit hij alleen. We waren nooit klef, daar lachten we om. Maar met zijn rug werd zijn taal langzaam krom. Nu zijn de koetjes en kalfjes zelfs kwijt. Een knuffel, de laatste mogelijkheid voor contact. Om samen te zijn, een mogelijkheid die nu achter het glas verdwijnt. Dat zijn we gewend, maar hij denkt nu dat ik hem vergeten ben. Hij is vlakbij, maar ik kan er niet heen. Achter het glas blijft hij alleen.
Nou ja, dat je grappig kon zijn, dat wist ik al. Maar ik zit echt te janken als een klein kind. Ik heb een broer achter het glas. Jeetje, jongens, mensen. Wat fijn dat er mensen zijn die woorden kunnen geven en muziek kunnen zetten bij gevoelens die je hebt. Oké, dus jullie hebben ook een serieuze kant. Die hebben we nu, gehoord. Bastiaan. Ja, dit is iets wat ik even wil aangrijpen om het even over de waarde van cultuur te hebben. We hebben het de hele tijd, de grond van deze actie is natuurlijk om het te hebben over de gigantische sector die het is en al die mensen die er werken en hun hart in stoppen. En ik wil daar toch nog iets bovenop leggen, zeg maar. We zijn zo gewend om te denken in waarde, in geld. Waardoor we ook een beetje denken dat dingen die niks kosten, dat die dan ook niks meer waard zijn. En daar gaat het mis. Het liedje net wat Xander zingt, wat kost een demente man in een verzorgingshuis? Ja, eten en verzorging en onderdak, dat hij niet doodgaat, kost hij. Maar niet doodgaan en leven, dat zijn toch twee verschillende dingen, zou ik willen zeggen. Ja. En wat heeft zo'n man het meeste nodig? Dat zijn zoon hem vasthoudt en troost. Dat is eigenlijk waar het van. En dat noemen we dan onbetaalbaar. En dat is natuurlijk een heel juist woord in dat kader. En kunst heeft eigenlijk diezelfde functie, die meerwaarde die het leven maakt. En niet alleen maar je eten kunnen betalen of iets in die trant. En of dat nou een heel gaaf concert is wat nog een week je blijft doorzoomen. Of een televisieserie waar je helemaal in vastgezogen wordt. Een portret uit 16 zoveel dat je zo recht aankijkt over de eeuw heen. Dat zijn van die dingen, die blijven je bij en die doen wat met je. En ook een zangkoor, waardoor je opeens voelt hoe klein je bent in het alles. Een boek of een raar toneelstuk dat je aan het denken zet. Net als een goede vriendje aan het denken zet. Tenminste, een goede vriend zet je ook eens af en toe aan het denken. Een gedicht, een muziekstuk dat je troost. Zoals een zoon zijn vader, zijn oude vader moet troosten. Die waarde, die kan je dus helemaal niet in euro's uitdrukken. En die moet er toch nog bij opgeteld, bij dit fenomenale getal. Het verschil in menselijkheid of zo. Het verschil valuta. Tussen overleven en leven. Ja, ja. Ja, dat verschil. Nou, ik ben het volledig met je eens. Ja. Nou, er zitten wel kruisjes, sterretjes, weet ik veel wat. Je kan het niet tellen, precies, maar... Ja, dat zou goed zijn. Ja. Voor elkaar. En we hebben nog een liedje. Zullen we dat dan ook maar doen? Ja, maar ik wil heel even nog die fokken en sukken zien. Oh ja. Want jij hebt... Ja, je kan nog meer. Je bent een van de drie mannen achter fokken en sukken. En fokken en sukken wilden zich wel lenen aan deze actie. Ja. Kijk, daar staan ze boos. We hebben nog een tijdje getwijfeld of ze nou boos moesten kijken of juist optimistisch. Of wat dan, maar dat is heel ingewikkeld van dit verschijnsel. Ja, ja. Ja, top. Nee, het is, dat is zo cultuur, hè, fok en sukken. Ja, daarom. Nee, maar daarom wilden we het even nog aanstippen. Ja, zeker. Oké, liedje 2. Liedje 2, de ex. Ook zo vrolijk. Ja, heel vrolijk. Nee, maar het komt goed. Komt goed. Oké. De ex, ja, maar... Nee. Ik heb een charmante kinderschare, oogverblindend en vol levenslust. Maar daardoor heb ik de afgelopen jaren eigenlijk geen ogenblik meer rust. Die ene blijft maar praten, nummer 2 is altijd bang. En bij die hoogbegaafde voel ik mij nooit echt zijn nang. Af en toe moet ik mijn krachten sparen, want anders raak ik zeker uitgeblust. Dus het mooiste in het leven is een ex. Die maakt om het weekend heel relaxed. Het hele leven is weer fijn, als de kinderen weer bij haar zijn. Het mooiste in het leven is een ex. Het is zo'n stukken beter voor de seks. Vaders zijn het meest gebaat bij wat rust en regelmaat. Al is het nog zo'n oude heks, niet zo kan tippen aan de heks. Zonder kutmuziek kan zo'n lief niet studeren. Zijn kamer ruikt naar friet en dode muis. En dochter vraagt of vriendje mag logeren. Die smeerlap kijkt alleen maar naar haar kruis. De
hele dag op Insta als ik de hond uitlaat. Die opgevoerde Vespa gaat met 100 over straat. 'S Avonds nog een opstel produceren. Ja, nergens heb ik zoveel stress als thuis. Dus het mooiste in het leven is een ex. Die maakt om het weekend heel relaxed. Het hele leven is weer fijn. Als de kinderen weer bij haar zijn. Het mooiste in het leven is een ex. Het is ook stukken beter voor de seks. Vaders zijn het meest gebaat bij wat rust en regelmaat. Al is het nog zo'n oude heks. Niets dat kan tippen aan de ex. Maar helaas heb ik een hele leuke vrouw. Waar ik ook ontzettend veel van hou. En sneu genoeg is zij, ook reuze gek op mij. Dus ons huwelijk gaat nooit meer voorbij. Je bent in dit land keihard de pineut. Alleen omdat je niet buiten de deur neukt. Ik heb dus van alles geprobeerd, hè? Ja. Tinder, e-matching.nl. Au Pair World, was je daar nog geweest? Ben ik ook geweest. Ook niks? Ja. Maar je vindt er gewoon nergens de perfecte ex voor je. Maar soms ligt de oplossing gewoon voor het oprapen. In de brievenbus lag een brochure voor de beste kostschool van Lausanne. Daar kunnen we de kinderen heen sturen. Godverdomme, wat een mietersplan. Ze leren netjes eten, converseren in het Frans. En ons eigen leven komt veel beter in balans. We hoeven nooit meer oppas in te huren. En kunnen lekker uit in Amsterdam. Ja, je moet improviseren zonder ex. Anders blijft je leven haar relaxed. Het kost dan wel een kapitaal. Maar het resultaat is optimaal. De kostschool is veel beter dan een ex. Mijn vrouw kan niet meer lopen van de seks. Juichen bij het hockeyveld zijn we ook van vrijgesteld. Nooit meer last van kinderleed als je alles uitbesteedt. Met zo'n heerlijk empty nest voelen wij ons op haar best. Dus het lege nest syndroom is de ware natte droom. Ubrecht en Gelijntje! Ja, top. Prachtig gesproken, geweldig gezongen, dankjewel. Gelachen ook nog. En nou alleen nog tekenen, mannen. Ja. Namens hoeveel mensen gaan jullie je handtekening zetten? Ja, dat is een hele lastige vraag. Omdat ik ben natuurlijk vooral muzikant die met allerlei artiesten werkt. En er zijn een heleboel muzikanten in een vergelijkbare situatie als ik. Dus het zijn er eigenlijk heel veel. Maar met de kans dat ik toch voor mensen dubbel ga tekenen, hou ik het even bij een beperkte groep. Dus dat is ons clubje wat er vier is en een bandje waar ik al 20 jaar lang mee speel. In een muziekcafé in Haarlem waar ik al 20 jaar speel. En die eigenaar wil ik ook bij betrekken. Dus dan kom ik op een clubje van 6. Top. Voor mij en voor Bastiaan. Ja. En dan heb ik de makers van Volk en Sukken met z'n drieën. En dan reken ik daar nog 1 iemand bij. Namens iedereen die grafisch ondersteunt. Een drukker, dat soort mensen. Dus samen dus 10. Samen 10. Die tellen we erbij. Dank jullie wel. En we gaan die woorden van jou, los van die cijfers, ook heel goed onthouden. Prachtig gesproken. Dank jullie wel. Hier zijn de pennen. Nee, dank je wel. Ik ga maar even naar de hoogte, dat kan ik toch beter.